Ik ben natuurlijk het weekend niet op kantoor geweest. Dus ik loop achter met mijn adventkalender. Oeh, rood, jongens. Precies op het moment dat ik ook het mailtje binnenkreeg over mijn Christmas lights. Gisteren besteld, vandaag al binnen. Die uiterlijk 2 dagen geleden bezorgd zouden worden. Oh, hij moet ook gewoon via een ander knopje uit, hè? Staat er in dat mailtje, oh ja. Ja, nou het is dus uitverkocht. Dit zijn cadeautjes voor mijn man. Misschien ben ik iets te ver gegaan dit jaar. Goedemorgen lieve kijkbuiskinderen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is hartstikke maandag en first things first, hè. Ik ben natuurlijk het weekend niet op kantoor geweest. Dus ik loop achter met mijn adventkalender. Dat gaan we eerst eens even fixen. Oké, jongens, op zoek naar 5, 6 en 7. En wel in die volgorde graag. Kijk, daar hebben we 5. Dus dan zet ik jullie maar eventjes neer. Een lange. Wat zal daar dan in zitten, jongens? Wat is het, wat is het, wat is het? Ik heb geen flauw idee. Het zit er stevig in, zullen we maar zeggen. One hour later. Oké, niet echt een uur. En serumpje, jongens. Nu op naar nummer 6. Somewhere, somewhere. Oh, hier. Foundation. Ziet er wel wat donker uit voor mij, denk ik. Staat er een nummertje op? Dior Backstage Face and Body Primer. Oké. Is het 001. Dus het nou, lichter dan dit gaat niet lukken in elk geval. En dan nummer 7, die had ik al gespot. Die zit hier. Ah, weer een mannendingetje. Die ik er weer niet uit krijg. Eén moment hoor, jongens. Nou jongens, weer een mannenluchtje. Deze ken ik nog niet trouwens. Het is geen idee of ik deze lekker ga vinden. Niet dat ik hem zelf op ga doen, maar ik moet er wel aan ruiken. Als die opgedaan wordt. Maakt die hoor eigenlijk ook nog iets anders voor mannen dan luchtjes? Geen idee eigenlijk. Ik heb het de hele ochtend al zo koud. En nou is dit even een lekker dik jasje. Overhemdje. Nog een gewoon hemdje eronder. Het kantoor is gewoon nog koud. Toen we hier kwamen. Dus ik denk dat het een beetje is. Dat je dan gewoon niet die warmte inkomt of zo. En het allemaal te langzaam opwarmt. Geen idee. Het schijnt trouwens ook bijwerking te zijn van de diabetes. Dat je het koud kunt hebben. Of van de medicatie, I don't know. Want ik had dit nooit. Ik was nooit een koukleum. Echt niet. Maar de laatste maand, jongens. Oh. En ik kan me daar gewoon niet zo heel lekker concentreren. Weet je wat het een beetje is? Je moet eigenlijk al heel snel gewoon echt met een trui aan en sjaal om dan gaan zitten werken. En niet weer even leuk gezellig jasje aan. Daar had ik zin in, want ik had zaterdag iemand gezien die ook gewoon lekker netjes gekleed ging. Daar heb ik gewoon een spijkerbroek aan en zo. Maar ik dacht, ja, zie je, ik moet gewoon even een keer weer wat meer moeite doen. Dat is leuk. En ik vind het ook wel heel leuk. Maar ja, als ik het er zo koud van heb, is het misschien toch weer niet zo ideaal. Dus op deze manier kun je eigenlijk nooit echt een beetje netjes naar kantoor zonder het koud te hebben. Omdat je eigenlijk 80.000 lagen aan wil hebben. Dilemma's. heeft dit baasje voor het andere baasje misschien te grote cadeaus gekocht. Kijk. Deze. Ik moet het even handig filmen, want de andere doos heb ik wel al uitgepakt. En dan zie je wat het is. En mijn vlogs worden bekeken. Tommy, is dit een beetje te groot cadeau? Hoe gaan we deze nou thuis krijgen? Hé. Hey. Met de vouwbare bolderkar zeker. Ik denk het wel, hè? Ik hoop dat ik dat even kon laten zien. Maar dat zat er niet in. En het is eigenlijk alweer tijd om naar huis te gaan. Dus ik ga afsluiten. En dan was dit weer de maandag, jongens. Ik was al begonnen met openmaken. Omdat ik niet wist wat het was. Maar kijk, 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 kijk. Gisteren besteld. Vandaag al binnen. Beetje grote doos voor wat het is, maar yes, na 2 jaar jongens. De nieuwe DJI Pocket 2 Creator Combo. Ja. Nieuwe vlogcamera. Met het uitpakken van de nieuwe DJI ga ik nog even wachten. Want ik denk dat mijn man dat ook wel leuk vindt. Die heeft me ooit deze waar ik nu mee film 2 jaar geleden voor kerst gegeven. En daar was ik super blij mee. Maar nu heb ik nog lekker zakelijk gekocht. Maar als we het toch over kerst hebben, is het natuurlijk wel weer tijd voor het volgende deurtje van mijn adventkalender. Oké, jongens, op zoek naar nummer 8 alweer. Oh, daar. En het is een serum, super potent sound energy, staat er achterop nog wel bij. Long lasting energy, total age defying intense serum, face and neck. Oké, gewoon iets voor onder je dagcrème, denk ik. Ik heb eigenlijk nooit crèmpjes of zo. Ik heb nooit verzorging van Dior gehad. Alleen maar make-up en luchtjes. Ja. Nou, nice. Oh, wacht even. Capture Total. Ha. Kijk, jongens. Dit is van een paar dagen eerder. Die hoort er dus bij. Geinig. Vandaag. Dat betekent dus weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Dat heb ik echt een maand lang niet gedaan of zo, vorige week weer wel. Als je hem trouwens ook wil ontvangen, je kunt je gewoon inschrijven via www.charlotteslaw.nl/inschrijven. Super simpel, nietwaar? Daar kun je er ook voor kiezen om trouwens elke keer de blogs te ontvangen als ik die publiceer. En het is inderdaad ook weer tijd voor een nieuwe blog en video. En die gaat deze keer over influencercontracten. Daar heb ik misschien... Nee, ja goed, dat is deze video. Ik kan zeggen, daar heb ik al een keer een video over gemaakt. Dat is helemaal niet waar. Dat is wel de video die ik heb opgenomen, maar die dus nu online gaat. Dus daar zal ik heel even naar linken, want dan kun je hem lezen. En dat lijkt mij wel zo. Of lezen. Blog kun je lezen, daar kan ik ook naar linken. Maar ik dacht vooral ook naar de video. Dan kun je die ook kijken. Dus het heeft niet zoveel zin om te herhalen wat daarin zit, want het kan ik gewoon uitleggen. Dat er in zo'n contract moet zitten. En anders ben ik er nu een paar minuten mee aan het vervelen. Terwijl je misschien niet wil weten. En als je wel wil weten, dan klik je maar gewoon even lekker door. En trouwens, als je dat soort video's ook niet meer wil missen, klik even op de abonneren button en op het belletje. Dan hoef je die video's ook niet meer te missen. Dan krijg je dus gewoon zelf een notificatie daarvan. Alright, aan de slag dan maar. boxen, jongens. Ik heb dus de Creator Combo. Als het goed is. Daar zit een microfoontje bij. Dus als dat nou makkelijk werkt, dan betekent dat jullie ook beter geluid gaan krijgen. Als de verpakking open wil. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Waarom werkt het niet, hè, jongens? Waarom werkt het niet? Hoe moet dit dan? Hoe hebben ze dit nou bedacht dan? Hij zit daar een soort van in. Oh, nou. Right. Dit zal de DJI zelf zijn. Woep. Dus tegenwoordig, als het goed is, geen, ja, precies, geen omslagje meer omheen. Omdat hij gewoon heel snug vast zit. Hehe. Want ze hebben er nu dus wel ook robbertjes in. En dit zit nu dus weer zo goed vast. Nou, kijk, zo. Dus uit. No, een SD-card. Nee, dat snap ik ook. Engels, ja, prima. Engels. Oh, ik moet kiezen of ik Engels of Chinees wil. Nee, doe me dan maar. Device not activated. Oh ja, dan moet het inderdaad eerst aan die app. Oké, prima. Toodles. Ga maar weer uit dan. Gaan we nu ook niet vanzelf uit? Oké, we gaan ook niet vanzelf uit. Best. Gaan we eerst naar de rest kijken. Wat is dit? Oh. Kijk, het meest interessante van de hele kit. Snap je? Het smoortje. Fijn. Ik weet trouwens eigenlijk nog niet waarom er 2 USB-C-poorten aan zitten. Maar dat gaan we uitvinden. Oh ja, en de wristband gebruik ik niet. Zit er nog meer in? Voelt nog zwaar. Behalve dat siliconen dingetje dan. Oh ja. Nou, maar goed dat ik het niet zomaar weg heb gegooid. Oh, dat is de Dead Cat. Of Dead, ja, geen idee. Mouse. Mouse, Dead Mouse. Zoiets. Alright. Prima. Fijn. Oh, geinig. Is dit hoe noem je dat? Ja. Nou ja, goed. Oh, ja, goed. Prima. Hier wordt het spannend. Een mini statiefje. Echt mini, hè? Huh? Bro, dit is nou niet, hè? Statiefje, alles is relatief. Oh, wacht even. Dat kan daar nog helemaal niet op zo. Dan moet er eerst wat onder. Deze. Past die? Oh nee, dan moet je deze er dus afhalen. Oh! Hij moet ook gewoon via een ander knopje uit, gek. Oh, we hebben nu hier een power button. Oké. Nou, dat moet je dus niet even vlug willen doen. Zo, dat is flat. Oh ja, dat is ook gewoon een plasticje. Prima. Dus die heb je eigenlijk nergens voor nodig. Dat is helemaal niet zo handig. Ja, ik heb er per ongeluk opgedrukt. I know. Ga er weer uit. Hè? Huh? Niet? Doe ik het niet goed? Zo. Kijk, dan kan die erop, want dit is echt, ja, dit doet niet zoveel. Daarom je die erop zou doen. Oké, dat inklappen van die dingen, dat gaat geloof ik, oh nee, nou ja, ik weet niet zo goed. Zo, staat hij stabieler. Ah, ik kan wel nog een beetje zo naar voren en naar achter. Oké, prima. En dan hebben we... Ah, kijk, dit is de clip-on microfoontje. Dus daar kan dan zo... Dus dat is het echte microfoontje. Daarom heb je er twee. Daarom heb je er twee? Twee USB. Kan die ook opladen tegelijk? Ah, tegelijkertijd opladen. Ja, dat is slim opgemerkt. En nou dacht ik, oh, dan kan deze daar gewoon zo op. Oh, die klem je daarin vast. En dit is om alsnog natuurlijk gewoon met een kabeltje te doen. Kijk, dan kan dit. Alleen wordt het dan natuurlijk zo groot, nog opzichtiger dan het al was. Nou ja, voor buiten wel beter natuurlijk. Kijk. Hè? Gezellig, hoor, gezellig. Leuk kapseltje. En de receiver. Oh kijk, hier zit ook gewoon zo'n ding onder. Het zit wel lekker snug, hè? Lekker snug. Come on, work with me here. Huh, hier staat dus trouwens nog steeds Osmo, terwijl ze het niet meer Osmo wil benoemen. Sukkels. Overal, nee, het is niet meer Osmo. Gaan we zeggen niet meer Osmo. Het is alleen nog maar Pocket. Ja, ik weet het ook opgedrukt. Alright, dit doen we wel even off camera, want dit krijg ik er niet meer af. Oké mensen, in die andere zitten ook sowieso extra microfoontjes al, zag ik. En ik heb de wide angle lens gevonden. Oh ja, dit is USB-C, prima. Doe er niet zoveel mee. Hiermee heb ik hem wel vast aan mijn telefoon gehangen en aangemeld. Dat is het enige nadeel, je moet echt een account aanmaken. En de grootste grap is dus dat hierin, en die gele kan er dan dus uit. Dat was voor het vervoer. Zo. Maar je kunt dus nu in het hoesje ook een paar van de accessoires kwijt. Dat vind ik echt heel grappig. Die past dan ook daar. Nou, dan nog andere dingen die daar kunnen. Deze ga ik er gewoon op doen, dus die hoeft eigenlijk niet daarin. Alright, dat onderdeel krijgen we er nog steeds niet af. Dus dat gaan we nog even proberen te fixen. Volgens de manual moet het gewoon met grof geweld. Kijk wat ik ontdek, jongens. Deze kan dus ook gewoon mee. Dus hop, die kan er zo op. Dus het enige wat je nog los mee moet nemen is dan dus eigenlijk je microfoontje. Maar ja, deze dus. Die. Maar goed, die heb je altijd goed natuurlijk gewoon op je lijf zitten. En deze is de ontvanger voor het microfoontje. Maar die wil ik er dus gewoon onder zetten en gewoon standaard onder houden. En dan heb ik gewoon alles mee wat ik wil. Ik dacht eerst, ik heb een hoesje voor nodig, maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet, want alles kan ik al wel kwijt. Handig. Oké jongens, het is gelukt hoor. Hij is nu inderdaad wel super lang, dus iets minder geschikt voor een broekzak. Dat is het hoesje. En dan zo erin. Dus dat steekt dan nog uit. Nou, dat wordt dus gewoon altijd met een tasje op stap of met een jas met goede zakken. Maar ja, hè? Je moet ook een iPhone meenemen. Even kijken hoor. Kan ik het even laten zien? Ah, daar scheelt het niet eens heel veel mee. Ja, nou ja, eigenlijk was dus de oude DJI ongeveer net zo lang als de iPhone. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. In my heart, but this year I je een groot cadeau in te pakken hebt, dan er ook cadeaupapier voor nodig. Ik had alleen heel leuk online gezien en die bleken ze in de winkel al niet meer te hebben. We hadden heel veel eigenlijk al niet meer. Heel even nu bij Xenos naar binnen kijken of ze daar misschien wel wat leuks hebben. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling. Goedemorgen mensen, het is alweer woensdag. Ik heb gisteren dus nog even wat kerstcadeau papiertjes en tasjes en zo geshopt. Het zijn allemaal die dingen die ik online had gezien die gewoon zo keihard eruit verkocht zijn. Bij Xenos was eigenlijk al niks meer te krijgen, terwijl die nu nog ook reclame maken voor 2 kerstballen plus 1 gratis en zo. Nou goed, ik dacht dus vooral, ik ga op dinsdag aan het eind van de dag, want dan is het waarschijnlijk veel rustiger in het centrum. Het viel me eigenlijk nog tegen. Het ging allemaal wel hoor. Weet je, en veel beter dan natuurlijk op een zaterdag of iets dergelijks. Maar om 5 uur was het echt gewoon nog steeds wel... Ja, nog best wel wat mensen op stap. Om 5 voor 6, toen alles al een beetje dicht ging, toen was het al lekker rustig en leeg en weet ik het. Dus ik heb geloof ik op zich keurig met alle afstanden en dingen en mijn mondkapje op dingen kunnen kopen. Uiteindelijk is best wel grenen, of hoe je het uitspreken mag. En HEMA... Alright, nu dus woensdag. En ik had maar 1 oplos koffie gepland staan. Die heb ik al gehad. Ben ik vergeten te filmen. Het ging over user-generated content en hostingaansprakelijkheid. Daar vertel ik ook uitgebreid over in mijn boek Contentrecht. Dus wil je daar meer over weten, zou ik vooral die even aanschaffen. En misschien dat ik er ook wel een keer een blogpost over geschreven heb. Maar dan heb ik er denk ik geen video over gemaakt. Als ik hem kan vinden, dan zet ik een linkje in de video. En dan kun je het daar ook lezen. Het is dan minder uitgebreid dan het boek, maar hè? Basic info is beter dan geen info, zullen we maar zeggen. In elk geval, in dit geval. Ja, tijd om mijn adventkalender weer open te maken. Tommy, ga je helpen de adventkalender openmaken? Ja? Kijken wat voor cadeautje daarin zit vandaag. Niet voor jou, hè? Dat is stom, hè? Altijd. Hadden we een honden-adventkalender moeten kopen. Nee, dat is de tram. Oké, jongens. Tijd voor dag 9a. Gespot. Deze was makkelijk. En wat zit erin? Wat zit er? Is het een lipstickje? Dat zou geinig zijn. Het zit er wel altijd goed en stevig in hier. Daar kunnen we niet over klagen, zal ik maar zeggen. Eens kijken, het ziet er wel heel erg uit als een lipstickje. En het is de kleur 999. Not for sale. Oké, maar... Staat niet, de kleur heeft geen naam, geloof ik. Ik ga hem even voor jullie openmaken. Ja, ik ben geen beautyblogger, hè? Dat zie je maar weer. Oeh... Rood, jongens. Rood. Super rood. Wat vinden we daarvan? Ik vind eigenlijk wel een beetje oranje-roder dan als ik hem zo uit een stikje zie. Zou ik hem eens proberen? Oké, jongens, ik heb jullie even meegenomen naar het toilet. Want daar heb ik een spiegel. Kijk hoor. Ik ben dus nooit zo'n lipstick held. Vooral omdat je het ook altijd bij moet houden, weet je wel. Ja, ik vind het eigenlijk nog niet eens onaardig. Ik doe nooit rood, maar best kerstig zo. Huh? Wat zijn jullie hiervan? Vaker doen of weet daarvan niet? Oké, jongens, Christmas lights draaiden net op de achtergrond. Precies op het moment dat ik ook het mailtje binnenkreeg over mijn Christmas lights die ik besteld had. Die uiterlijk 2 dagen geleden bezorgd zouden worden. waar ik dus maar eens een mailtje over gestuurd had. Van jongens, ik hoor niks. Jullie zouden me per mail op de hoogte houden. Is het wel al verzonden? Want anders dan maak ik maar gebruik van mijn herroepingsrecht en bestel ik het ergens anders of zo. Maar dit wordt hem niet. Staat er in dat mailtje, oh ja, ja. Nou, het is dus uitverkocht. En ja, het wordt ook, we krijgen het ook niet meer op voorraad. Dus we gaan het annuleren. Ook niks over wanneer ze en hoe ze dan het geld terugstorten en whatever. Dus dat ik echt denk, had je dit niet vanuit jezelf al kunnen mailen? Moest dit echt op deze manier dat ik er eerst over kwam blaken? Ja? Fijn. Goed. Ergens anders maar lichtjes bestellen of zo. Dit vind ik niet zo leuk. Oké mensen, tijd om naar huis te gaan. Dit zijn cadeautjes. Voor mijn man. Denk je dat het genoeg is? En dan moeten er nog 2 bezorgd worden. En dan wil ik eigenlijk nog 1 heel klein cadeautje erbij kopen. Omdat het eigenlijk dan weer hoort bij een ander cadeautje. Oké. Misschien ben ik iets te ver gegaan dit jaar. Oké jongens. Thuis, ik sta nog te hijgen van. Naar boven sjouwen van die dingen. Ik moet er trouwens wel even bij zeggen. Ik heb dus laatst mijn man gewoon verboden om nog spullen voor zichzelf te kopen. Ik zag al mijn cadeau-ideeën van dingen die hij nodig had, die hij opeens wel ging kopen. Zo voorbij schieten. Dus de meeste van deze dingen zijn gewoon nuttig en heeft hij nodig. Maar anders had ik gewoon echt geen cadeaus om te geven. En zoals je weet, bij kinderen, de grootste cadeaus zijn meestal eigenlijk niet het meest bijzonder. En ja, hij kijkt mijn vlogs. Dus kan ik jullie nog helemaal niks vertellen of laten zien over de cadeautjes. Zo jongens, ik kreeg gisteren zoveel complimenten. Vandaag trouwens ook nog over mijn rode lipstick op Instagram. Die ik dus uit mijn adventkalender heb gehaald. Dus ik dacht, ik doe hem gewoon weer. Waarom niet? Hè? Als iedereen het leuk vindt, ik moet er wel nog een beetje aan wennen. Het is wel strong, zeg maar. Maar wel leuk. Goed. Tijd voor een nieuw deurtje van de adventkalender. Op zoek naar nummer 10. En ik zag hem al. Daar is die. Alweer verzorging, jongens. Ze zijn bang dat er te veel mensen die make-up helemaal niet leuk vinden of zo. Oké jongens, dit is ook weer een serum. Een Glow Booster Serum. Als je nou 2 serums hebt. Die gebruik je niet tegelijkertijd, toch? Oké, ik heb hier dan toch te weinig kennis van, hoor. Mijn microfoontje. Mijn nieuwe DJI zijn inmiddels wel opgeladen, denk ik. Dus tijd om die eens in gebruik te gaan nemen. En kijken wat jullie daarvan gaan vinden. Want het beeld en geluid zouden er dus ook nog beter van moeten worden. Oké jongens, ik film dit nu met mijn nieuwe DJI, de Pocket 2. Zo benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden en of het geluid nu ook beter wordt. En ik wil jullie de hele tijd wat vertellen over 2 cadeautjes die ik voor mijn man heb gekocht. En misschien eigenlijk wel over meer cadeautjes, maar het kan niet, want hij kijkt mijn vlogs. En het is pas over 2 weken kerst. Tenminste, het is nu de 10e, ja, 2 weken. Want wij vieren dus ook kerstavond met cadeautjes en niet op eerste kerstdag of tweede kerstdag of zo. Het was er eentje waarbij ik bijvoorbeeld gedoe had, waarbij het maar niet aan leek te komen. Nou, die is nu gearriveerd. En daar wil ik wel alles over zeggen nu, maar ik moet heel erg uitkijken wat ik zeg. Want als ik daar dan misschien weer dingen over zeg, kan die misschien toch weer uitvinden wat het dan is. En dat andere cadeau ook. Want dat cadeau is misschien nu een beetje een stom cadeau geworden. Ben ik mogelijk achter. En dat is dan waarschijnlijk niet meer op tijd om te ruilen. Want ik denk niet dat die winkel een verlengde ruiltermijn heeft. Maar gewoon de standaard roepingstermijn van 14 dagen. Ja. Misschien moet ik er dingen over opnemen en dan gewoon later laten monteren. Maar dan moet ik daar dus wel weer aan denken. Om dan even die fragmenten op te zoeken en of niet naar de editor te sturen. En dan die later wel te sturen. En dan ook in de hoop dat mijn man dus niet naar die dingen gaat kijken. Oh, wat lastig. Mateloos irritant eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja, zwaar. Goed. Dit cadeautje is binnen. Nog één cadeautje dat bezorgd moet worden. En dan heb ik echt alles. En er is nog één klein dingetje dat ik wil kopen. Omdat ik vind dat dat bij een ander cadeau hoort. En dan ben ik klaar voor kerst. Oh ja, en ik heb besloten om maar gewoon geen lichtjes en kerstversiering en weet ik veel wat hier op kantoor te doen. Want alles leuk en aardig, maar het is gewoon overal uitverkocht, jongens. En ik ga niet nu weer de stad in met dat mondkapje op en weet ik veel wat. En dan de ene winkel in en uit. En ik had echt een mooie van 11 meter besteld. En toen het dus vroeg waar bleef, was het dus van, oh ja, sorry. Nee, geen sorry. Was alleen maar, het is er niet meer. We annuleren de bestelling. Oké, nou, weet je, geen excuses, geen helemaal niks. Dan had ik het meteen helemaal over de hele breedte van de etalage kunnen doen, weet je wel. En nu zou ik er dan meerdere op moeten hangen, dat vind ik dan weer irritant. Dus ja, dan maar geen kerstetalage. Jammer de bummer. Volgend jaar beter. Zakelijk is geld trouwens toch op. Dus het komt eigenlijk misschien wel goed uit. Dus ik ga maar weer even aan het werk. Geld verdienen. Oh, ik dacht net aan de telefoon te zien dat we weer geen internet hebben. Dat is ook een beetje gedoe, het internet hier. Oké. Bon. Aan het werk maar weer. Over haakpatroon. Er is heel veel verwarring. Ja, het zijn niet de mensen die voor mijn advies betalen. Hè? Want het is allemaal hobby, dus het moet allemaal gratis. Hoeveel mensen gaan me hier dan nog over mailen? Maar ik heb helemaal geen zin om daar een blogpost over te schrijven. Dus ik verwijs gewoon naar die vlog hoor. Waar het over haakpatroon gaat. Ze zoeken het me uit verder. Ja, of ze mogen ervoor betalen. Hè? Dan ben ik het prima. Dan klaagt niemand. Ik ga binnenkort ook nog een artikel schrijven voor kunst. Voor mensen met een beperking. En hoe het dan met auteursrecht zit en zo. Naar aanleiding van het akkefiets dat ze gehad hebben. En die betalen er ook gewoon voor. Oké, nou voor wat minder dan normaal. Maar zwa. Leuk onderwerp. Dat gaan we gewoon doen. Inmiddels is terugteken dat ze mijn vlog moeten kijken. Ben jij al geabonneerd trouwens? Wel even doen hè? Ja, abonneren. Ja, belletje. Ja. Oké, jongens. Wat ik gisteren volgens mij vergeten ben, zijn twee dingen. Microfoon stond niet aan. Nu wel, hoop ik. En ik was vergeten om op 4K te zetten. Dus daar heb ik eens in 1080 gefilmd. Lekker dan. Gaat goed hoor, die nieuwe camera. Ze heeft wat extra features. En dat is super tof. Maar oké, het gaat nog niet helemaal goed. Wat ik ook vergeten ben is vandaag de adventkalender te openen. Maar de dag is nog niet voorbij. Dus we gaan op zoek naar... Wat is het alweer vandaag? De 11e? Nieuwe vakje zoeken in elk geval. Misschien dat het met geluid nog wel meeviel. Want het lampje is wel gewoon groen en ik heb daar een knopje. Van ik dacht, oh dat moet ik doen om het geluid aan te zetten. Maar dan begint hij dus ook meteen met filmen. Oké, wat zeiden we nou ook alweer? Dag 11 toch? Als deze niet zichtbaar is en makkelijk gevonden was, dan weet ik het ook niet meer. Dus even kijken. Oeh, die heb ik gehad jongens. Maar die hartstikke op, al een tijdje. Hij schijnt alleen veranderd te zijn van geur. Dus dat niet iedereen hem nu nog steeds lekker vindt. Kijk jongens. Het is gewoon het echte flesje. Zoals er... normaal ook in het groot uitziet. Als ik nu een echte beautyblogger zou zijn, dan zou ik zo doen, toch? Zo. Moet scherp stellen, jee! Ik ben wel heel benieuwd. Zou ik even ruiken? Vanochtend natuurlijk wel al wat anders opgedaan. Nou, draaidopje. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet meer hoe die vroeger rook. Moet ik altijd even een beetje laten verdampen, zodat die alcohol eruit is. Heb jullie trouwens ook van die extreem droge handen? Dus natuurlijk en winter en met dat COVID extra vaak je handen wassen. Geen goede combi, jongens. Ja. En het is misschien wel veranderd. Ik begin nu die geur te ruiken. Ik denk dat die gewoon zoeter is dan de eerste was. Op zich nog steeds weer lekker. Ik ga morgen denk ik eens even de hele dag opdoen. Kijken wat ik er allemaal vind. In een zondagse kloffie. Alle cadeautjes voor mijn man zijn ingepakt. Nou, nee, niet alle. Want ik wil er nog eentje kopen omdat die hoort bij een ander cadeautje. En ik wacht nog eentje op de bezorging daarvan. Maar goed, we hebben nog anderhalve week. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat wel goed gaat komen. Ik ga nu een beetje opruimen, want na maanden, geloof ik, heeft gisteravond onze schoonmaakster geappt dat ze wel weer wat beter is. En morgen we graag weer samen met haar dochter komt schoonmaken. Nou, dat vind ik natuurlijk helemaal prima. Maar zij heeft altijd wat opruimwoede en ik niet. Dus we zijn wel eens spullen weg en kwijt omdat ze opgeruimd zijn. Dat noemen we dan weggehaviest. Ze heet havies. En dus dat is allemaal super lief, maar zij ergert zich dus eigenlijk een beetje aan ons rommel. Dus ik ga een beetje proberen wat op te ruimen, zodat we in elk geval niks kwijt zijn en weer terug kunnen vinden. En om heel eerlijk te zijn moet je ook echt gewoon spullen verkopen, weggooien, naar de kringloop brengen, etc. Er staan echt ook al tijden, weet ik veel, 5 zakken met kleding die of te klein of te groot is. Om eigenlijk naar een kledingbank of zo te brengen. Want ik vind kringloop dan eigenlijk niet zo tof. Ik vind dat ze daar vaak voor te veel geld verkopen. En dat dan alsnog niet terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. En het is echt wel een mooi spul, weet je wel. Want we hebben vaak ja, toch ook wel wat merkkleding zit ertussen. Die echt nog goed is. Weet je, wat je eigenlijk iemand zou kunnen die moet solliciteren ergens of zo. Dus dan heb je ook even een goed shirt aan. Of van mijn man nog even een goed jasje aan. Weet je wel, dat soort dingen. Dat je echt een beetje representatief uit kunt zien. Maar ja, dan moet het natuurlijk niet opeens nog €30 in de kringloop gaan kosten. En zelf verkopen, dat zie ik gewoon niet zo zitten. Ja, volgende week minder oploskoffies. Want afgelopen vrijdag belde 2 keer het ziekenhuis. 2 verschillende ziekenhuizen eigenlijk voor een afspraak. 1 voor de maag-lever-darmarts op donderdag. En eentje met het diabetesteam. Ik denk gewoon een diabetesverpleegkundige op woensdag. Dus dat betekent een soort van drukke week, want ik moet ook nog ziekenhuispasjes allemaal laten maken. Of eentje, dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Weet je, ik kom nooit bij artsen, normaal gesproken. En dan moet ik ze allemaal naartoe. Het gaat natuurlijk allemaal tijd kosten. Hopelijk niet te lang hoef te wachten. Dus ik denk dat ik sowieso moet zorgen dat ik iets van een boek mee heb of zo. Dat is toch een beetje mijn idee bij ziekenhuizen, dat je vooral ook lang in de wachtkamer zit. Dus dat was het eigenlijk voor deze week. En volgende week ga ik dus een beetje, ja, moet je maar kijken hoe dingen lopen. Ja, dus dat was het. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Aanstaande dinsdag is er een nieuwe juridisch inhoudelijke video. En uiteraard volgende week vrijdag een nieuwe vlog. Dank voor het kijken. En heel graag in elk geval tot volgende week. Bye bye!